Van Hooijdonk. Jansen. Van Hintem. Buitenom komt Laros. Goed gevoetbald. Voorzet op Sikora. Eerste doelgevaar in de wedstrijd. In de derde minuut van Victor Sikora. Bothuizen. Van Putten. Grosdic goed doorgegaan. Nenad Grosdic met de openingstreffer. Bal van de lijn gehaald door Grootaert. Zo begint Vitesse stormachtig aan het duel met NEC. Goed werk van Grosdic, al zou je misschien kunnen zeggen dat daar een overtreding in het spel was. Maar Grootaert verzorgt prima de rugdekking. Kreek. Opening was te scherp voor Sikora, maar problemen voor Pothuizen. Victor Sikora. En daar wordt de bal gespeeld door Pothuizen. Luimge stond heel dichtbij en schatte de situatie goed in. Laros. Goed verdedigd door Admori Coro. Renfirm als eenzame strijder voorin. Leidt ook prompt balverlies. Grosdic. Die zet je niet 1, 2, 3 van de bal. Grosdic. Oh, mooi geschoten. De Marki. Grosdic. Krijgt de bal terug van Zongo. Nenad Grosdic. Van Hooijdonk. En het doelpunt. Daar waar een luchtje van buitenspel aanwezig was. Grosdic mag ver komen. Van Hooijdonk kennelijk niet in buitenspelpositie. Passeert Roda. En zo leidt Vitesse al vroeg in de wedstrijd terecht met 1-0. Mooie opening op Renfirm. Buitenom komt Danny Hesp. Renfirm. Via de hakken van De Marki. Corner voor NEC. Van Putten met de hoekschop. Ingekopt door Hesp. En zo is het 2 minuten na de openingstreffer van Hooijdonk alweer gelijk. En lijkt Hesp de bal heel raar te hebben geraakt. De hoekschop van Putten. Hesp eerst de bal tegen het hoofd en vervolgens met het hoofd tegen een ander hoofd. Vandaar nu even verzorging aan de zijkant. Laros. Buitenom bij Admori Coro. Van Hooijdonk. En dat is nummer 2 voor Pierre van Hooijdonk. Na 26 minuten voetbal. Voorzet van Laros. Precies op maat. Van Hooijdonk herstelt de voorsprong. Van Hintem. Correcte ingreep van Admori Coro. Schuld verliest de bal aan Grosdic. Grosdic. Het is al zijn derde poging. Maar voorlopig heeft hij nog geen doel getroffen. Prachtig werk van Sikora. En Laros heeft de vrije doortocht. Laros. En Roda verricht daar een belangrijke redding. Zongo met een zee aan ruimte. Jansen. Jansen. De vuisten van Roda. Daar komt hij mooi uit, Theo Jansen. Sikora. Tweemans muurtje bij de vrije trap. Die genomen wordt door Van Putten. Gouwlozen met het hoofd. Dat scheelt helemaal niets. Zongo. Scherpe voorzet. Verwarring in de defensie van NEC. En dan gaat het schot van Jansen voorlangs. Grosdic. Veel aanvallen beginnen bij de Joegoslaaf. Zo ook deze. Overtreding van Renfirm op Nanu. Laros belast zich met het nemen van deze vrije trap. Van Hooijdonk met de vrije kopkans. Van Hintem.
verdedigd door Admori Koro. Maar de opbouw van NEC stokt vaak al in een vroeg stadium. Zo ook nu. Hesp verspeelt de bal aan Zongo. Van Hooijdonk. Pierre van Hooijdonk. Schot voorlangs. Sikora. Vraag getikt door Gouwelozen. Luimke stond er met zijn neus bovenop. Vrije trap. Een meter of 25 is de afstand tot het doel van Bas Roorda. Maar Pierre van Hooijdonk is als geen ander in staat om met een vrije trap voor gevaar te zorgen. En dat doet hij, want in de rebound is het Sikora die Vitesse op 3-1 zet. Wat een wapen heeft Vitesse toch in huis met die vrije trappen van Van Hooijdonk. Roorda in eerste instantie wel met een antwoord, maar in tweede instantie niet. Sikora, de man die bejubeld wordt. Laros stond niet buitenspel, daar waar Sikora terugkwam vanuit buitenspelpositie. Daar is Sikora nu. Voorlangs. Pothuizen. De Marki komt weg. Geen buitenspel natuurlijk van Sikora, die op eigen helft stond. Sikora, Van Hooijdonk voor zijn derde van de middag. Van Hooijdonk, Van Hooijdonk is de naam. En zo pikt hij zijn derde van de middag mee. En komt hij op 10 te staan. En dat is slechts één doelpunt slechter dan Ruud van Nistelrooy. Prachtig werk van Sikora, Van Hooijdonk. Roorda aan het grabbelen en dan is het doel helemaal leeg. Dos Santos. Aardige actie van Renfrum, maar Jevrić met gestrekte armen om de voorzet te plukken. Pothuizen levert de bal zomaar in bij Laros, die er zelf mee vandoor gaat. Louis Laros, Amoa voor 5-1. Amoa voor 5-1. Na de fout achterin bij NEC die Vitesse genadeloos afstraft. Laros, niet egoïstisch, ziet dat Amoa er beter voor staat. De invaller kan Pothuizen uit en bepaalt de eindstand op 5-1. Vitesse revancheert zich overtuigend na die matige vertoning van donderdag tegen Berhamar.